Het gaat economisch gezien steeds beter met Nederland. Toch zijn er in Almelo nog steeds zeker 250 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Gelukkig kent Almelo de moestuin, die al vele jaren deze gezinnen wekelijks van 30 verschillende soorten groenten voorziet. Ja, we zijn hier 3 keer in de week. Op woensdagochtend, maandagochtend en vrijdagochtend van 9 tot 12. We zijn met een man of 7 zijn we bezig om groenten te kweken voor de voedselbank. Dat kan andijvie zijn, sla zijn, boontjes zijn, rabarber. Ongeveer een 30-tal producten die we kunnen leveren wekelijks. We proberen dan op vrijdagochtend te oogsten. Omdat vrijdagmiddag komen de klanten langs. Dus dan hebben ze echt dagverse producten. En hoeveel mensen maken gebruik van die voedselbank? Dat zijn ongeveer 250 gezinnen in Almelo. Dat zijn mensen die te weinig geld hebben om groenten te kunnen kopen überhaupt. En die voorzien we dan van echte verse groenten. Biologisch gekweekt, er zitten geen kunstmiddelen bij. Dus echt gezonde groenten en supervers. Dus het is een ontzettend belangrijk iets voor Almelo, als ik dit zo hoor. Ik denk het wel, omdat die mensen die gebruik maken van de voedselbanken, die gaan nooit eigenlijk verse groenten zelf kopen. Dat is gewoon te duur. En wij bieden gewoon die mogelijkheid om voor die mensen om gezonde, verse groenten te nemen. Ja, en hoe kunnen jullie dat realiseren? Jullie maken toch ook kosten, of valt dat op zich nog wel mee? Kosten vallen mee, omdat een aantal zaden kweken we zelf, dure zaden kweken we zelf. Van de courgette bijvoorbeeld, dat zijn dure zaden. En andere zaden die kopen we. We krijgen ook wel reductie bij met het kopen van zaden. En verder zijn we afhankelijk van giften van bedrijfsleven met name, maar ook wel van particulieren. Maar goed, er is altijd toch wel meer geld nodig dan we nu binnenkrijgen. Want hoe lang zitten jullie hier al? 2011 is de moestuin opgericht. En ik ben hier zelf sinds 2013. Ook heel kort daarna ook als beheerder. En sinds die tijd hebben we die moestuin hier. En ik begrijp het dat jullie echt een volle tevredenheid van heel veel mensen draaien. En ja, ik hoop dat er mensen komen die structureel een bijdrage willen doen, zodat jullie ook op langere termijn kunnen blijven draaien. Klopt dat? Dat hoop ik wel, ja. Want die behoefte is blijvend van die mensen die geen geld hebben om verse groenten te kopen. En ook vrijwilligers, dat zouden jullie toch ook graag nog wat meer zien, denk ik, hè? We komen vrijwilligers tekort. Want nu moeten we groenten laten liggen die we niet kunnen oogsten. Omdat we gewoon geen mensen genoeg hebben. Dus graag vrijwilligers erbij zou erg welkom zijn. En als die vrijwilligers er zijn, waar kunnen ze zich melden? Die kunnen zich bij de voedselbank melden.